Mirjam, het is dat ik hier helemaal geen vragen hoef te stellen, want dit verhaal, dat ging vanzelf natuurlijk. Maar... Ik heb het beleefd. Ja. En het is nooit eruit gekomen bij geen enkele 9 november herdenking. Maar nu heb ik wel een vraag. Nadat die meer dan 1000 synagogen in vlammen waren opgegaan, nadat er duizenden zaken waren verwoest, nadat er 96 Joden waren gedood, nadat er 30.000 waren gearresteerd, en dat was de Kristallnacht, was er toen wel een reactie in Nederland? Want jij was hier. In Nederland was er wel een reactie, ja. Dat heeft... De kwestie is dat dit niet alleen in Nederland, maar overal een reactie uitgelokt heeft. Want dat was de eerste keer dat er werkelijk duidelijk was wat ze werkelijk gingen doen. Ze hadden het wel gelezen en gehoord. Maar zo erg kon het zijn. En dit leek al zo erg. Van wat er nog erger kon zijn, had geen mens een voorstelling. Is ook moeilijk, want kinderen probeer ik uit te leggen welk mens met een beetje gezond hoofd denkt dat een ander mens zulke verschrikkelijke dingen uitdenkt om mensen kwaad te doen. Ik wil nog een paar vragen stellen over jouzelf later in de oorlog. Je bent in het verzet terechtgekomen. Kan je daar nog iets over vertellen? In het verzet was ik al veel eerder. Kijk, in 1933, toen de nazi's de macht hadden, waren de eerste, toen de nazi's de macht gekregen hadden, waren de eerste mensen die vluchten moesten, die Duitsers die al jarenlang, van het begin van de jaren 20, vanaf het moment dat Hitler zijn bek open gedaan had, geprotesteerd hadden en geprobeerd hebben het Duitse volk duidelijk te maken wat er met zo iemand en met zulke ideeën op ze af kon komen. En dat dat alleen maar tot oorlog kon leiden, terwijl men nog met de wonden van de Eerste Wereldoorlog zat. En die mensen waren als eerste bedreigd en werden gevangen genomen. En ze probeerden te vluchten naar het buitenland. En er waren er heel vele die naar Nederland kwamen. Maar de Nederlandse overheid had te horen gekregen van Duitsland dat ze deze mensen wel terug moesten sturen en uitleveren. Want dat waren criminelen. En de Nederlandse regering, die voorzichtig wilde zijn met die buurman, gaf daar gevolg aan. Dus we hadden hier heel veel illegale Duitse antifascisten in Nederland. En in 1940 waren het er ongeveer, naar schatting, wel een 9.000 à 10.000. Maar inmiddels waren er wel heel wat uitgeleverd en menigeen rechtstreeks in handen van de SS. Van de enkele overlevende die me dat na de oorlog verteld heeft, heb ik gehoord hoe dat dan gegaan is. Dus wat dat betreft is het niet zo vreemd, dat is mijn mening tenminste, dat als onze politie op dergelijke manier opgeleid is en geïnstrueerd is, dat er zoveel van hen, gelukkig niet allemaal, toen we eenmaal bezet waren, precies uitgevoerd heeft wat de nazi's bezetting van ze verlangd hebben. En, maar die mensen die illegaal waren, moesten wel in leven gehouden worden. Mocht niet. Maar ja, deden we toch. Dat heette solidariteit. In die tijd werd het van anderen, werd dat een vies woord. Tegenwoordig, als solidariteit gebruikt wordt, het woord, staat er altijd een rekeningnummer op het scherm. Maar toen, en we moesten geld bij elkaar brengen, met stuivertjes en dubbeltjes. Als ik aan kinderen vertel dat je met een gulden iemand in leven kon houden, kijken ze je aan. Ja, maar een brood kostte 11 cent. En voor een halve cent minder liep je 3 straten verder. Dat was de tijd waarin wij leefden in de jaren 30. Ja. Wel. Maar die mensen, ik heb het dus een keer omschreven in Duitsland een paar jaar geleden, dat was het beste wat Duitsland ons op dat moment leveren kon. Want van die mensen hebben we bijgebracht gekregen met wat voor soort vijand we te maken hadden.
En als je wat tegen die vijand wilde doen, dan moest je aan heel veel dingen denken om hem niet in handen te vallen. En zwijgen was een van de allerbelangrijkste dingen. Als je met iets betrokken was, mocht alleen degene die een taak had bij dat wat er gedaan moest worden, mocht ervan weten en niemand. Niet je vader, niet je moeder, niet je liefste. Niemand. Want wat men niet wist, kon men ook onder folteringen niet vertellen. Dat waren de lessen die we meegekregen hebben. Dat was de school voor het verzet. En dus rolden we automatisch het verzet in, toen we eenmaal bezet waren. Ik wou het een beetje kort houden, dat verzet. Ja, mag. Je hebt de waarheid rondgebracht. Je hebt andere dingen gedaan. Je bent op een gegeven moment ondergedoken. En wat me nu interesseert en waarmee ik zou willen afronden dit gesprek. Je bent daarna eigenlijk op een bepaalde manier doorgegaan. Je bent hier vaker geweest. Je bent vaker, heb je op een herdenking als deze gesproken. En eigenlijk ga je maar steeds door met dit verhaal aan de man te brengen. Wat beweegt je? Waarom is het zo nodig om het te doen volgens jou? Ik ben niet de enige die op deze manier gedreven is. Alles wat we meegemaakt hebben, het blijft het gevecht tegen het onrecht. Het onrecht in de maatschappij, waar de vorm van de maatschappij nu eenmaal de basis voor heeft. En wat figuren als de nazi's, en of dat nou Hitler is of weet ik veel wie, met hun opvattingen van scheiding tussen mensen aanbrengen. En de ene mens is minder waard dan de andere. En je moet voorzichtig voor hem zijn. En hij is je tot last. En hij kost je geld. Of er wordt altijd vergeten dat diezelfde mens die dan jaren aan je zijde geleefd heeft, ook gewerkt heeft en meegeholpen heeft datgene wat er dan wel is op te bouwen. Dat was toen zo. En dat is nu zo. En dat zal altijd zo zijn. En om door te gaan, om te zeggen waarom ik doorga, om die boodschap en die waarschuwing, laat je niet misleiden. Want de nazi's hebben hun boodschap altijd geprobeerd mooi te verpakken. Ik heb een hekel aan het woord kristalnacht. Want kristal is mooi. Maar de eerste dingen die in kampen gebeurd zijn, de acties, hebben ze de prachtigste namen van edelstenen gegeven. Om het te verdoezelen. Ja, ik kan door blijven gaan. Ik denk dat Want ik wil dat gewoon dat de mensen doordrongen zijn. Laat je niet misleiden. Trap er niet in. Als er weer iemand aangewezen wordt die ergens schuld aan is. Mirjam, heel hartelijk dank voor dit verhaal. Jullie bedankt.